Morgen, want dan had je vrij van school. En dan gingen daar altijd even kijken. En dan hebben we twee hopen, die boerenhopen met die koeien te drijven naar het slachthuis. En hier zie je nog de torens van de Koninginnenkerk, waar nu dus het verzorgingshuis Hoppenstein staat. De Koninginnenkerk die is in 1912 gebouwd, of 1911 gebouwd. En die was geschonken door de gezusters van Dam, die ook het Van Dam ziekenhuis geschonken hebben. En nog meer objecten in Rotterdam, onder andere ook het ziekenhuis onder Oost-Maaslaan. In 1972 is hij helaas weer gesloopt, want er was geen geld meer om de kerk te onderhouden. Maar nu heeft men dus Hoppenstein daar gebouwd, met ook weer twee torens waarom de bovenkant groen is. Wat doet herinneren aan de twee groene koepels die op de kerktoren stonden. Hier de kerk vanaf de andere kant, met hier de slachthuiskade. Hier de boezem, die zorgde dus voor afwatering naar de rivier toe. En hier dus de Maagboulevard met dat Bethesda ziekenhuis waar ik het straks over had. Hier staat hij nog aan de Oost-Maaslaan, stond hij aan de Oost-Maaslaan, want hij is ondertussen ook gesloopt. Het was maar een heel klein ziekenhuis, daar had je in hoofdzaak blinde darmoperaties en dergelijke. En op de achtergrond zien op de bebouwing van de Oost-Maaslaan, de huizen. En hier is men dus bezig met de aanleg van de Maasboulevard. Het drinkwaterleidingbedrijf, met nog de bassins waar dus het drinkwater in kwam en wat daar in stilstand stond en wat dan het vuil bezonk. Die zonk toen op de zandbodem en zo werd dat water dus steeds zuiverder tot hij bij het laatste bassin was. En dan werd hij via de watertoren opgepompt om zo in de waterleiding van Rotterdam gepompt te worden. Nu gaat het allemaal naar Landers natuurlijk, want die waterleidingbedrijven is hier niet meer gevestigd. Die ligt nu een stukje verderop. Als je richting Brinoordbrug rijdt, zie je daar de grote koepels liggen. En die behoren nu dus bij het waterbedrijf. Maar dat heet nu tegenwoordig Evides. Hier ook prachtig overzicht op die waterbassins. En hier het toepad met de synagoge. Die synagoge die staat er nog steeds. Daar is ook nog een Joods begraafplaatsje bij. En ook aan de toepad staat ook natuurlijk de welbekende marinierskazerne. De Waterloosstraat in Kralingen. Met toen de tijd ook al hoogbouw, drie hoog. En hier zie je de schoorsteen van dat pandje wat hier staat. Want dat moest natuurlijk helemaal boven het dak uitsteken. En dit is het café E. Dingemans. De hoek van de Waterloosstraat. En de. Slotstraat. Dit is in 1958. Toen werd er aan de OC-dek beneden werd een nieuwbouw gepleegd. Er werden dus hele winkelgalerijen gemaakt. En hier, als je dus hierheen gaat, kom je dus over de Willem Ruislaan in de richting van de Oude Dijk tegenwoordig. Oostplein. Met het gebouw van de arbeiderspers, het Vrije Volk. Het Vrije Volk is ondertussen ook ter ziele. En daar heeft nog een tijdje deelgemeente Kralingen-Kruiswijk ingezeten. En ook nog een snoekercentrum. En wat het nu voor functie heeft, dat durf ik niet te zeggen. Maar dit is in ieder geval de slaak. En je kent het niet meer terug, want op deze plek heeft dus de molen de Noord gestaan, die in 1954 verbrand is. De Weteringstraat, nog maar een stukje brandgrens. En dit is dus de Weteringstraat. En hier kijk je dus de Vlietlaan in.
En hier gaat dus de Frits Ruysstraat in. De Oude Dijk. Bij de Jerichoolaan, hier gaat dus de Jerichoolaan in. En een stukje verder ga je dus ook naar de Vlietlaan. Daar heb ik nog een tijdje de wapenfabriek van de Veer gezeten. Die is dus in brand gevlogen en later heeft daar van de Kamp gezeten, een of andere supermarkt. En nu zit Albert Heijn op die plek. Het Kralingse Bad. Deze dames zitten gezellig te zonnen. Toen de tijd zaten ze gewoon in de jurkje, zaten ze lekker in de zon. Tegenwoordig hebben ze bijna niets meer aan. En hier de plasmolen met de molens de Leling en de Ster. Dat zijn molens voor een snuifterbok. We staan dus aan de plaszoom. Dit was vroeger de Rijksweg naar Gouda. Kan je nagaan als dat nog Rijksweg zou zijn, hoe druk het daar zou zijn. We gaan nu even het Noordeiland op. En we zien hier dus de Prins Hendrik Straatkade op de hoek van die Arjenstraat. En heel opvallend is die afgeschuimde hoeken die je tegenwoordig die je hier ziet. Je zag in vele foto's zien dat terug. En dat was vroeger voorschrift bij de bouw. Dan was de voorschrift dat die hoeken afgeschuimd werden, zodat de mensen als ze in het donker liepen niet tegen de paaien zouden lopen en dus ook de ruimte hadden om de bocht te nemen. Die trams staan hier te wachten voor de geopende brug, want die rijden via het Noordereiland reden ze rond om zich hier op te stellen. En dan zo, zodra de brug weer vrij was voor het verkeer, hadden die trams voorrang, want die kwamen dan van rechts. Die hadden dus voorrang op het verkeer wat van de tak staat opgekomen. En op de achtergrond nog een gedeelte van de hef te zien, wat er nu nog staat. Dit was een van de houten politieposten die in Rotterdam had. Deze stond dus aan de Maaskade tussen de bruggen in. En die is dus voor de oorlog al verdwenen. En de laatste houten politieposten stond aan het Marconiplein. Maar dat was dus geen politiepost meer, maar die werd gebruikt door een antiquaire als verkooppunt. Maar die heeft er niet lang plezier van gehad, want dat postje is door brand verloren gegaan. Maar het was eigenlijk een monument. Het zwembad aan de Maaskade, met de monumentale panden hier. Onder andere het Hoogskampgebouw. Het gebouw van Oomsmakelaardij. En hier het zwembad aan de Maaskade. Er lagen de twee langs de Maaskade, want tussen de brug neer lag er ook nog één. En de een was voor de jongens en de andere was voor de meisjes bestemd. Want dat mocht vroeger natuurlijk niet bij elkaar, hè? Uit zedelijk oogpunt. Stielkestraat. Dit is dus de Stielkestraat. Met het entrepôtgebouw, waar nu dus de Jumbo in zit. Hier Stielkesplein, waar de tram toen de tijd nog rondreed naar de Oranje Boomstraat toe. En hier de binnenhaven. En hier achter de spoorweghaven. De Entrepôtstraat met de stoomtram die vanaf Oostvoorne kwam, want dat is de kindertram, dat kan je zien. De kinderen staan nog in de tram en het is een vrij lange tram. Die reed twee keer per dag, 's morgens reed hij naar Oostvoorne toe en 's avonds kwam hij met dezelfde tram weer terug en dezelfde locomotief. Dit was in de tijd dat de oude stook al in opkomst was en ook de gashaarden en dergelijke. Want de kolenopslag op Kibo, die is praktisch al leeg. Dit heet hier dus Tweede Rozenstraat. En hier ging dus de voortboording via de Rozenstraat, maar zo bij de Koninginnenbrug, bij de Koningsbrug, Koninginnenbrug.
En hier achter ga je dus toch waar je boomstraat in. En hier tussen de huizen door rijdt dus de trein van Rotterdam richting Dordrecht. Met de gasfabriek. Van de stadionweg. En een scheepswerf van Piet Smit aan de Olympiaweg. Hier heet het dus Olympiaweg en dit was dus de stadionweg. Het is schoorsteen van de smederij van Piet Smit. En dit waren dus de hellingkranen. En dit was de laatste nieuwe kraan die bij Piet Smit neergezet is. De putselaar. Met de putspaar. Met de putsenpleinkerk. En de Rooms-Katholieke kerk aan de putsenbocht stond. En hier ga je heel niet op. En dit is dus de putselaar. Met nog lijn 12 naar de Coolsingel. En ook lijn 2 die reed hier naar het station. Naar het station der P. Of Centraal Station, dat later heette. De Maashaven met de bananenhoek. Dit is Los Santos, die staat er nog, want dat is een monument. En dat heeft weer een bestemming, alleen durf ik niet te zeggen hoor. Maar wat hier allemaal staat, is dus allemaal verdwenen. Hier zat onder andere het politiebureau in de Bananenstraat. En hier werden de bananenboten vroeger gelost. En de jongens die stonden al hier te wachten, waar de steiger en waar die trap. Op bananen die eventueel langs kwamen drijven. Dit gebouwtje wat je hier ziet, dat was in gebruik bij de GVNGD. En dat gebouwtje, dat is daar in de jaren 20 neergezet. Want dat diende voordien als directiegebouw bij de bouw van de stadhuis en de Coolsingel. Afrikaanderplein, toen er nog gevoetbald kon worden. Ook daar werden dus nog hele zomeravond. Tussen straatelftallen en schoolelftallen en dergelijke. En dit was dus de ABS, wat nu dus gedeeltelijk nog een wijkgebouw is. En ook